heel goeie jongen. Dat is man die 18 maaie. Dit is Bient Majoen. Mem en dochter Kampen. Ze binnen om beurten de rapste jerpelskielers van het beeld. Maar waar is onder de druk van de camera's nou de rapste? Aad Ozenbrug en Miranda die gingen op paard om de Bientuin een wilde dimensie te gaan. En we schinkelen ik oer naar het oude Cambuur Stadion. Want er is niet krek bekend worden waar het naar je komt. En Arjen de Boer is daarbij voor u. Jazeker, want deze dag, 18 mei, dat je de geschiedenis in als ja, een historische dag voor de vervente Cambuur supporter. Want dan zouden ze toch, Rolof, we weten nou eindelijk lang om let waar het naar je Cambuur Stadion komt. Dat is niet krek. Hier achter mij, achter deze dwarn, ik kan even zien. Ze zijn nog altijd bezig met de persconferentie, maar de vastzitter Ipe Smit en ik, de wethouder Henk Deinem. En ze hebben in die zijn het nieuwe stadion in het seizoen 2018. Dan wordt er voetballen net hier, de Joodse locatie, maar dus bij het WTC Expo. Daar rollet de bal. Nou, daar hebben we aansen dus nog volle meer hoe, want Arjen de zieke direct de mensen op die te wat vertellen kunnen. Ja, de spanning die rint op hier in de studio. Is het Mem Klaske die het weer de titel pakt of is het toch dochter Gerry die het revanche neemt voor vliegende hier? Morgen strijden de vrouwen weer om de titel rapste beeldstar skiller op het Ierlijkse Lammetje met in Sint-Anne. En de belangen die binnen grut. 3, 2, 1, ja, dat is prachtig om met te zien, hè, of net? Ja, prachtig, ja. Ja, zeker omdat je woont, hè? Ja, ja, met oors. Ja, nou, wij hebben hier het Sappertocht, Klaske, Gerry, welkom trouwens, hè, want ja, Jim bent dus ja, ongeëvenaard, dat is strijke woon, heel twee keer. Ik twee keer, ja. Maar die strijd Simmelkoor is leuk en wij tochten nou, op de varjoen van de nieuwe competitie, litten we ze even Simmelkoor strijden. Hier lezen Jirpels, Aad, dat is echt mooi, hè? Ik dank even mij voor de show. Ja, nou is het zo dat ze dat, ze schieten dat want 68 seconden te krijgen met het aantal jaren. Lien dat de beeldstaat daar op het beeld nog planten is, denk ik, kom op, Ieten Waard. De klok komt onder in beeld, Jim skielen en Jim zei dat is misschien krek wat te min, want we skielen eigenlijk nog wel wat meer. Maar ik stel ik vragen, hè? Dus je moet er wel twee dingen tegelijk van. Zullen we beginnen? Oh, concentratie. Ik tel al. 3, 2, 1, los. Ja, de kit rint. Ja, de klok rint. Nou, dames, ik vind het hartstikke leuk dat je mooi nog. De eerste vraag die bij u opkwam, van hoe kan het nou eigenlijk dat Jim hier zo goed in binnen? Klaske. Ja, dat weet ik ook net. Jawel. Ik denk dat dan van vroeger of het zit erin. Ik weet het net. Moest hij intussen altijd in Jerpel zitten? Maar je eet intussen wel altijd eerappels, ja. En nou? Nou eten we nog geregeld wel eerappels. En hoe zit het bij hem dan dus? Wij eten elke dag eerappels. Oké, laten we dan eens even zien naar de techniek. Ik hoop dat, hoe keer het trouwens met die had? Ja, best jongen, je de rap, ja? Ja, hij heeft nog een ier, hij heeft al een. Is de plan aan vol? Zit dit op. Ik ga mijn lidspantje mee, hoor. Maar even zien naar de techniek, want dit is net zoals Aten doet. Die heeft er gewoon echt een herken bij. Wat broek je hem? Wij broeken een tinskimmers meisje, ja. En hoe keer het? Ben het goede eerappels trouwens? Dat is ook wel belangrijk, hè? De beeld staat altijd goed, hè? Beeld het goede eraan. Maar daar hing het wel van af, hè? Hoe het keert. Nou ja, als je de beeldstaart zit er net zo volle spruiten in, dus dat scheelt altijd een stuk, hè? Ja. En de spruiten hoeden net uit, maar het scheelt niet, hè? Dus dat scheelt ik al. Je bent aardig rustig, we hebben nog 200 seconden. Komt dit op trouwens? Ja. Makkelijk. Oh, dan hingen we toch even krijg wat meer jeppels in slaan. Ik ben haast leer, hak hem gewoon. Hoeveel jeppels is dat mooi? Voor jou, hoor. Maar hoe is het nou tussen hem? Begin je hem nou, deze dagen ik al zie mijn kroon te opbieden, steeds maar? Nou, wij net, maar de meeste kunnen misschien wel vaak. Dat is, van de morgen ik leer de hoen uit en dan kom ik vrouwtje in en succes morgen, hè? Nou ja, zo die dingen. En ja, wij zijn er zelf net samen. Maar ja, het is altijd een wessenvier is, dan is ik wel bij zelf, Chimmelkoor. Dus, nou. En is het echt een street? Was ik altijd een vriend met hem binnen? Ja, het gaat hard om hard, hè? Ja, bij mij mag ik wel eens een keer winnen, ja, maar anders vind ik het ik wel zien. Ja? Sure, Aad is al clear, maar hoeveel van die dingen is dat? Ja, ik ben op. Ja, maar we meer te aas, hè? We waren geen aansnijden, hè? Hoe ik het deed. Wil nog in je familie hebben? Ja, doe maar. Dat is nog niet van de. Hé, hey, maar vertel eens, hoe gaat dat morgen nou, die competitie? Ja, blik op een eigen skillen. En maar zit er regels aan? Hoe werkt het? Nee, de pitten hoeden net uit.
En de rest maakt de skill gewoon erom en dan is het wegen. Maar de eerste competitie is maar een heel groepje, toch? En dan later is een finale. Ja, de dag alle mensen kunnen mooi man op een mat, zeg maar. Je dacht in één ronde doe je maar 5 man elke keer. En iedereen kan mooi doen en iedereen mag die rappers mooi nemen, dus dat is ik wel van heel het meisje wel weer mooi. Ja. Je hebt nog, ongeveer nog 12 minuten. Komt het goed? Ja, zeker. Maar vinden de wollemeisjes nog wel mooi doen, dat ze weten dat je hem altijd winnen? Ja, het is voor hun ik altijd wel leuk om, hè? Ja, je hebt toch ook weer die rappels in. Het is ook wel een leuke sensatie. En dan zit je er wat bij. Ja, dat is, ja, het lijkt mij wel gezellig. Want vrienden, je woon je hem net mooi doen, hè? Nou, we zoenen nog net mooi doen, hè. Waarom net? Nou, er wordt altijd zijn. Nou, wij zitten dan altijd in de prijzen. Maar Jalkie Poorten, hè, die zit ik altijd in. En die doet dan ik altijd mooi gewoon mesken. Vind ik een prestatie, hoor. Dus vaak wij draaien zitten dan in de prijzen. En dan zei ze, nou, kun je maar niet net mooi het dan hoor ik de komst. Maar ja, toen haalden ze eens op. Want ja, toen kwam hij in de... Ze haalden hem op? Toen kwam hij op de markt. Dus ja, toen moesten wij er weer bij, nou. Dus, nou, heb je het dan maar weer mooi in. En morgen doe je hem wel werk gewoon maar, toch? Ja. Ja. Het is ook wel wat gezellig, hè. Het is, ja. Oké, okay, je hebt nog 50 seconden. Wat vind je van Aad? Ja, super. Waar gaan hier Rabels trouwens heen, dat zou je skilled binnen. Maar jou wie her en daar wat doet, hè? Ja, er zijn al mensen die het voor de titel vregen. Hé, maar morgen is morgen weer skillen en dan wil ik hier Rabels al hebben. Nou. Ja, best van hele week een kleur. Ja. Huh? Nou ja, maar dan ben ik meestal mijn grote huishouding. Dus, maar ik zie wel dat die sproeten inderdaad zitten. Natuurlijk mis ik nog wel een paar stikjes. Had ik dat zo bij mij thuis in de pan smiet dan maakt ze wel rond, hè? Nee, maar dat mooi dat, hè? Maar ik hoe ze zei ik niet, hè? Nee? Maar krijg je maar, want ik bedoel, je krijgt aan, zie je toch echt een heel soort kramp, of net? Hoe lukt dat? Nou, je bent wel blij dat je kleren binnen, hè? Op laatst en dan heb je wel, les van de hand. Nee, hey, maar ik zeg je nog zo'n 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, ze ben net opgegaan, hè? Nee, ik heb al 12 uur. Nou, dit is de lijst in de pannen. Nou, weet je wat we doen? Ik heb hier een schaal. Ja? Daar meten we het aan niet op. En dan, dat kind dan onder de reportage van Aad wel even. Ja, en aan zijn het keertsen, want hoe kan het keertsen ontrekkelijker maken worden voor het publiek? Dadelijk smeer de roer in uw regen over de toekomst van de keertsport. Ja, we binnen weer met Aad op paad. De tuin die krijgt er een wilde dimensie bij. Ja. Maar eventjes, voordat we zorgen was het wel uitfretten heest, even de temperatuur en de tuin. Hoe ligt dat met onze tuin? Ja, je hebt net zo hard, ja. Hoe weer het lijst? Ik ben ijsheiligen. Ja, dat is de 15e mei. Hè? Maar nou zei het me dat het net met vriezen kan. Maar dat is net weer, want dat kan in juni ook nog worden. Dus daar mag er al weer in op denken. Maar ja, zolang het dat net voorbij is, dan gaat het net zo hard in de tuin. Nee. Nou, maar die dame met die kind die trouwens wel helpen. Hè? Als het ooit eens een feestje heeft. Ja, dat ga ik al aan met jongen. Dat gaan we het aan zo'n leven. Ja, door. Maar de bientuin, er komt een wilde dimensie in. En nou ja, het filmpje vertelt alles. Zullen we dat zien? Ja, maar daar is maar even zien. Als een blommen, hè? Ja. Misschien wat wilde blommen zie je op Halle bij de Kruidhoek in Nijbekeep. Oké. Okay. En hoe haast ik van reizen in? Yes. Nou, dan maak je weer een omwij. Heeft hij een paspoort, Biddy? Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Je neemt me mee. Jasper, wie willen graag wat wilde blommen zien in Bintun? Kerst u eens advies aan daarover? En willen jullie dan wat eenjarige mengsels of wat meerjarige mengsels? Ja, door dan de eenjarige maar, want dan kunnen we er nog wat van genieten, dit hier. Nou, dan heb ik een prachtig mooi mengsel voor jullie met de eenjarige klaprozen, korenbloemen, bolderikken. En dat komt prachtig nog te bloei. Jee, klaprozen. Dat zijn mijn lievelingsrozen. Maar hoe kan die nou helpen bij een groentetuin? Nou, in de groentetuin is het ook een ideale plek om ook wat eenjarige wilde bloemen te zaaien. En wilde bloemen in zijn geheel, die zorgen ook weer voor een goede... leefomstandigheden voor vlinders, voor wilde bijen. En die dragen bij aan de biodiversiteit. Maar groeien die groentes daar dan ik beter van? Nou, omdat je een goed evenwicht hebt van zowel schadelijke als nuttige insecten, kunnen die elkaar in evenwicht houden. Omdat je dan minder last hebt van die schadelijke insecten, zonder dat je hoeft te spuiten, groeien je groenten inderdaad beter. Wie ben er wel op uw eigen lidse passeel bezig, maar is het iets dat dit breder zien we maar in bermen of akkerbouw, landbouw? Nou, er zijn gelukkig de laatste jaren zijn er steeds meer gemeentes en
en ook boeren en particulieren die steeds meer wilde bloemen toepassen in wegbermen, maar ook in tuinen, parken. Nou, en dat is een hele goede ontwikkeling. En samen daar met elkaar vormt dat één lang bloemenlint waar die bijen en die vlinders heel veel aan hebben. En de boel fleurt er van op. Ook nog een keer. Hoe de slag, Aad? Wie ging los? Hoi. Hoe doe je dat? Hoe doe je dit nou? Jongens, draaien. Ik vind het zo leuk, hè? Ik heb dus ik was bezacht in de berm, maar nooit opkwam. Nee, maar toen heerst het in Gersje, dat ik begrepen van hier. Daar wist ik alles. Ja. Maar het maakt dus net, je kent net zo'n gas dan? Nee, dat maakt op keelgrond. Even een beetje inharkje. Maar we zijn nog net te let. Nee, het kan nog correct. Het had ik nog steeds koud geweest, dus in de natuur komt dat ik nog net zo bord op gang. Die ben mooi op de nog. En het waait net voort, hè? Nee, nog net meer. Nou, mooi net zo. Yes, flauw power. Dacht ik. Ja, het. Klaprozen. Ja. En de oorgwoord. Waar maken we de broek eigenlijk? Ja, dat is dat belangrijk, joh. Het is alles rent waarom. De blomkens die we net meer haast. En we menen dat er nog wel genoeg blom in de berm staan, maar het is miniem, joh. En ja, onze schepping, waar dat ik mijn maken had, en wij in Leeuwen, die had zo'n beulen voor werk gehad om dat zat te krijgen. Met duizenden, tienduizenden soorten van alles en al wat. En zat we nou bezig binnen met één soort van dit, één soort. Die man die hier het wel in één dijk maken, die hele schepping, dan hier werken we aardig in. Er moet meer, hè. Biodiversiteit, dat zit er net voor niks in. En dat spreidt het risico van alles. En dat haast met blommen, dat haast met bijen en met alles. En, maar is het ook goed voor de orenplanten en voor de greenheid bijvoorbeeld in de tuin? Hoe meer biodiversiteit is die in de tuin haast, hoe meer nuttige insecten als ik onhelst en die bestrijden we plagen. En het zit zo mooi in elkaar. Er is dus helemaal geen keuzegreep nodig, als het maar even geduld is. Dan zat hij, Jasper Helmand, in een reportage van ik heel tijd meer gemeenten. Die ben wel mooi wilde bloemen aan de gong, in rotondes, in bermen. Is dat ook in die eigen zaak? Bepaalde streken zie je dat volle meer. In mijn regio vind ik het een beetje zinvallen, dat komen we volle meer. Dan maken we nog wel even een beetje je schouders onder zetten. Maar als nou, je bij Frans hier en zo. Ben je met instantannen? Ja, instantannen. Plaak dat ze met wakker, maar hier niet hier. En op die vanwege? Ik om ja, de wilde bloem al hier. Maar net omdat ze te min hield, hè? Nou, dat weet ik net, dat zeiden ze net. Nou. Maar ja, we hebben zoveel oorhoekjes, we hebben niks meer door. En plaag je straal de bloemen in. Heel belangrijk. Ja, en okay. Ja, het kost het op de deur, de kosten weer steeds minder. Maar je moet even teerd hebben. Oké. Okay. Nou, dit is duidelijk dus. De bientuin, ek maar wilde blom. En mensen die dus maar nou, tinkervolle aan het milieu. Plantie. Heel belangrijk. Zit. Wanneer komt het op? Het goed is en wordt wat warmer, dan het komt al wat op. Maar dan na week, de week erop, dan doe je als het nou een beetje gringen. Okay. Dat komt al, ja. Nou, hey, wij zijn klaar voor de uitslag. Ik krijg even meten. God, waar heb ik dat briefje nog weer? Oh, waar heb ik dat nog opschreven? Wat weet ik weer? 21,8, hè? Ja, 21,8 gram voor ja. Klaske. Ja, nou maak ik de scale van de pannen. Smiet ik ze erin. Dan wordt het spannend op het moment. Rappapaman. Ja, mooi een spanner, hè? Ja. Dan kun je, wat is 24 euro winnen, had je winnen? Ja, 24 of 50 of 24. Oeh. 21 njontje. Oh. Nou, Aad, die meer te waarschijnlijk is. Dat denk ik wel waar. Dat is de moeite net weer op mijn dag. Hey, nou, lokweesje, de hester is al revanche naam. Ja. Maar help van Aad, hè? Die heb ik even twice killed. Nee, maar die hester is nog een pantje dat wist, hè? Nou, dat is mooi leuk. Ja, en je kent al van de tunieten. Sjoch op uw Facebook-site het filmpje. En daar kun je dan action hoe het maar het citroentje git. Je weet wel dat oude Friese ras dat net verdwijnen mij. Nou, wat ik net verdwijnen mag, is het keertsen. En het keertsen zit in Zwiewaar. Bient, die zie ik het nou de boppenslag die traditionele Friese sport uit de dip helje mat. Nou, Joert, zorgen we daarvoor bij de keertskwallen in Arem, dat 80 jonge keertsers de sport leren. Ik denk dat wij die ervaringen hebben en dat wij dat oerbrengen op de jeugd, dat wel heel erg belangrijk is. En je wil graag de keertsport behoren door de jeugd wat mooi te gaan. En nou, de ouders natuurlijk ook. Ik denk dat dat op deze manier wel goed slaagt. Ik denk dat wij voortvallen, dan is er helemaal geen training meer. Ja, mooi.
shitkids als leuk spultje. Er gebeurt volle. Het is ook een fanatiek spultje. Er zijn toch aardig wat bijen die er om uitdoggen. En weer, twee aan. Goed zo, kijk, zie je wel dat het nou beter gaat? Zullen hem concentreren. En erin, kom op, hest. Goed zo, best op. Keurig, maat. En nou zei, dit is straks de seizoen, en dan zorgen van hoe dat nou rent. En waar we dat nou te dienen hebben, de jeugd. Dan, en het aantal wat er al je traint, dan ik denk dat we allemaal goede zettingen hebben. Er wordt een soort discussie over het keertsen. Hoe zit de jeugd dan even zo naar? Nou, ik denk net dat de jeugd, wat wij hier mooi maken in de trainingen. En ja, zat die jongens keertsen en trainen en zoveel jeugd dat er is. Ik denk dat zij daar net zo'n problemen hebben dan de senioren. Ik denk dat het, als er meer tussenspul in komt, dan is het leuker om te zien. Voor het keertsen zelf, voor het publiek ik. Dan is er wat meer doen. Hoe zoen ze dat voor je kinderen? Ik weet net, misschien over materiaal gebroeken. Dat, dat je de bal wat minder vier krijgt, zodat er meer tussenspul in komt. Nou ja, ik denk het is wel leuker om te zien dan dat als er een bal opslaan wordt. En die ene naar de orenbal, die gaat steeds maar boven. Eigenlijk smaakt het wezen. Had je een bal boven slaan, dat het een beetje een kunst is dat je dat kan eigenlijk. Er komen altijd wel volle mensen bij de Freulen, bij de PC. Maar bij de wedstrijden, gewoon in het jaar, komen er wel minder mensen. En ik denk, als het spul leuker wordt, dan komen er meer mensen op de zien. Nou, daar gaat hij. Trostappen. Goed zo. Heger pakken. Trostappen. Je moet eigenlijk net voorzien vallen, maar je moet altijd naar voren vallen, met de ene bal op. Ik zal net zeggen dat het vroeger al beter weer. Dat erop men aan wel is, maar daar leer ik niks van. Men doet het nou op hun manier en dat is ik mooi om te zien. Pauline gaat die jongens binnen en wat ze kennen en ja, dan moet die keertspad zo heeg worden. En morgen in ons riegen om te denken voor een nieuwe farm binnen de keertsport. Het Morrekeertsen. Ik hartstikke leuk. Ja, de kogel is terug, de tjerken. Er komt een nieuw Cambuurstadion bij het WTC. Zo gaan we de club en de gemeente Liao het nieuws krek bekendmaken. Arjen de Boer, wie bij de Parse conferentie? Ja, Arjen, ik denk een soort blieder gezichten daarin. Vooral bij Cambuur mensen, vooral in de directie, denk ik. Ja, absoluut. Eindelijk is het dan lang omlet Green Joch voor het nieuwe stadion. En ik steen je dus, want de persconferentie is niet correct Oudroen. En dit is dus het stadion. Juste dus de allerlaatste competitiewedstrijdje in het Willem II toezien. Alle stwoltjes wie in bezet. Nou is er nog maar één stwoltje bezet. Je zou geaasen wel wat het is. Maar die stwoltjes die kunnen alle nou op marktplaats zetten worden. Want het is dus de bedoeling om in 2018, dan komt er dus een nieuw stadion bij het WTC Expo. En ik kan je vertellen dat de vastzitter, dat is dus het enige stwoltje wat op nota bezet is. Ipe Smit. Ja, ik denk een euforisch gevoel. Nou, daar word ik heel enthousiast van. We zijn al heel lang mee bezig, enkele jaren. En in toenemende mate is dat geïntensiveerd. En ik denk wel dat we hier een hele belangrijke stap zetten op weg naar stadionontwikkeling. Wat broodnodig is voor de club, ik al jaren heb aangegeven. Ja, want heeft echt die lotter ooit onverboen. Als er net een nieuw stadion komt, dan hoor ik misschien wel op als vastzitter. Dat wie natuurlijk hun taal. Maar goed, we hebben een fantastisch seizoen achter de regen. Recordtal punten, kwartfinale beker, winnen van Sportcup Jereveen. Het koe haast net mooier, maar dit is het mooiste nijs van het hele hier. Nou ja, dat is goed sportief. Uiteindelijk draait het om voetbal, dus dat is prima. Maar willen we dit voetbal op dit niveau op lange termijn handhaven, dan is stadionontwikkeling daar noodzakelijk in. Ja, want hoe belangrijk is dit sportief, jongen?
de nieuw stadion. Nieuw stadion. Nou, dat geeft in ieder geval. We zitten nu in dit huidige stadion even los van de technische staat. Hè, want dat zal het ook. Dat houdt het ook geen 10 jaar meer vol. Dan zullen we of moeten vernieuwen op deze locatie. Of een totaal nieuw stadioncomplex moeten hebben. Ja, dat nieuwe stadion, dat is dus nu bekend worden. Als het allemaal goed komt, dan komt het dus bij het WTC Expo. Hè, in 2008 je mater de bal rolje. Kan het trouwens überhaupt nog misgaan? Ja, dat kan het altijd. Want daarom is deze ontwikkelbrief die we nu van de gemeente hebben heel belangrijk. Hè. We hebben daar de ontwikkelaars zien het op die locatie zitten. Dat is ook even een probleem. Want als je diep in mijn hart als supporter kijkt, dan is de verbondenheid al 50 jaar met Cambuur en op deze locatie, die is ook heel wat waard. Maar we krijgen dat die eigenlijk misschien ook al een beetje zeer dat je dit verlitten. Oh, dat is wel zeker. Alleen, ja, we hebben daar geen dekkende exploitatie tot nu toe. En mocht het daar niet lukken op de WTC-terreinen, dan zullen we misschien op een andere manier verder moeten. Maar ik denk dat dat daar. Ik ben daar heel positief over. Ja, en de gemeente die bliep bij de ek, of heeft de gemeente nog wel zoiets van we moeten nog maar zien, het Cambuur het al wel van elkaar rijdt? Nou, dat is terecht, want dat geldt ook voor mij en voor de club. Ik heb daar alle vertrouwen, ik heb er ook aanleiding toe om dat te veronderstellen dat er nu al in deze fase partijen zich melden om bij die ontwikkeling betrokken te worden. Nou, de ontwikkelaars Bienche Dijkstra en Hessel Meijer hebben daar goede hoop in. En anders hadden we hier ook niet gezeten. Nee, want een heel soort mensen, ja, Cambuur wordt eigenlijk roemd om de sfeer. Hè, want het is hier, ja, nou even net, want het is nou vrij keel. Maar als je voetballer wordt, is het hier echt een geweldige sfeer. Een soort supporters hebben ze iets van, hoe komt het met die sfeer? Krijgen we diezelfde sfeer wel in een nieuw stadion? Nou, ten eerste denk ik wel dat de sfeer in de mensen zit. En als je een goede sfeer hebt, kan je ook in een of andere stal een mooi feestje bouwen. We hebben hier elke 14 dagen in mijn ogen een hartstikke mooi feestje. Natuurlijk hebben we daar ook over nagedacht. En we hebben ook vanmorgen nog gezeten, regelmatig gezeten met het bestuur van de kern van Cambuur, de supportersvereniging. En wij hebben natuurlijk ook gevraagd dat ze samen met Cambuur en de ontwikkelaars nu gaan meedenken in deze fase. Om daar bijvoorbeeld bij het karakter van de club zoveel mogelijk aan te sluiten de bouw. Ja, want wij hebben van de morgen gaan we ook even de strijd op West om mensen te vragen in Ljouwen wat zij eigenlijk vinden van die nieuwe locatie van het Cambuurstadion, dus bij het WTC Expo. Je bent supporter en dan ga je er automatisch wel heen, maar het hoort hier gewoon thuis. Nou, ik vind het hier wel op een mooi plekje staan, dus eigenlijk moet het hier wel blijven. Ik heb er niet zoveel mee, dus ik vind het prima. In de stad houden, is toch leuk, het leeft toch hier of niet? Je houdt wel vast aan iets wat zo leuk is. Ja, de sfeer krijg je Noordwest-Zuid hier. En als je dan ergens anders heen verhuizen, nee, maar we zien dat dat ook weer lukt. Het is een volksclub, dus het hoort ook in een volkswijk thuis. Want wat is deze wijk zonder Cambuurstadion? Een winkel zonder boodschappen. Het stadion, want wat hier één keer wij is, kan het hier nooit weer komen. Ja, dat waren dus de reacties van de mensen op Stritten. Ik heb wel een dringende vraag eigenlijk, Iepen. Want ja, hoe komt dat stadion eraan nu te zien? Nou, dat is een van de dingen. Natuurlijk met de regelgeving, de KNVB, de FIFA. Die hebben natuurlijk ook op veiligheidsgebied. En, maar komt de kunstgas bij Galix? Nou, dat zijn dingen die we nu gaan bespreken. Nee, toch? Nee, toch? Ik kom toch geen keusgas in? Gaat hier toch ook hartstikke goed. Maar dan wordt er echt gewoon echt gas. Nee, goed. Die ontwikkeling zijn we ook weer 3 jaar verder. Hè? Dus dat is geen uitgemaakte zaken kunstgas of natuurgas. Wat ook mijn persoonlijke voorkeur altijd is geweest. We hebben het hier om economische redenen gekozen. We staan straks opnieuw weer voor die keuze. En als het enigszins kan, wordt dat gras. Maar dat heeft te maken ook met trainingsfaciliteiten en noem maar op. Okay. Maar voor de sfeer
En dat vinden wij ook heel belangrijk, dat we daar een vertegenwoordiging van de supporters. De supportersvereniging is daar nu mee bezig om daar een aantal wensen die bij het karakter van de club passen. En een heleboel weten we ook wel van hun al. Ja, tierentank van die reactie, Ipe. Ja, lang omlet, dus eindelijk de koegel is door de tjerken. Twaartoe zit een achtje, het nieuwe stadion van Cambuur. En dan komen er hele grote neonletters, dan zit erop het Ipe Smit stadion, wellicht. Ja, misschien wel dat daar in de Boerstadion, waar weet. Nou, voor meer informatie over het nieuwe Cambuur Stadion, volg je onze website en de nieuwe Zuidsturings op radio en televisie. Ja, Jim, dank je wel voor de wedstrijd Aatek. Morgen de finale om 3 uur hè, in Sint Anna. Ja. Dan zien we het in Oerekoord, nou is het overwoen. En dan met hem, hè. Dan zit het lekker. Ja. Oké, bedankt hè. Ja, dit wie het van Joen. Morgen is jongeres Elske de Wal hier te gast. Zij had mij onder oren de 3 J's. Een noemen maken van Kika en zij vertelt hieroor. Dat is morgen. Voor nou een hele mooie Joen verder.